Goedemorgen, mijn prinsesje. We krijgen het straks druk in huis. Ja. Een hele goedemorgen, lieve vrienden. Het is 10:45, nieuwe tijd. Ons had het 9:45 geweest. Tenminste, het is 11:47. Anders had het 10:47 geweest. Ik wens jullie allen een heel hartelijk welkom op weer een gloednieuwe vlog. Het is vandaag zondag, zoals ik al zei. En het is de 25e maart alweer. Oh, dan gaat de tijd hard. De datum wordt eigenlijk een rotdatum is voor mij. Want vorig jaar is mijn mannetje 25 februari overleden. Nou ja, 3 februari al geweest, dat was een jaar. Het is nu een jaar en een maand geleden. Denk jij er even om, prinsesje? Ja? Maar in ieder geval, het was vandaag wel een leuke, emotionele, drukke, gezellige bende hier. Want Karin en Roderick die zijn onderweg naar mij toe. Met natuurlijk hun honden, 3 stuks. En dat bij mijn hondje, die dat niet gewend is. En nog, ja, 3 katten dan, hè? Ja. Dat, dat wordt nou wat, denk ik. Dat wordt denk ik een gezellige, emotionele, drukke, vermoeiende dag. Voor ons alle 3, ja. Maar komen we op het doorheen. En ik, ja, ik heb dan weer een aantal x dagen nodig om weer bij te tanken. Maar ja, dat komt ook allemaal goed. Ga jij eens even naar de kant? Meneertje Judokus? Hey, hallo? Hey, meisje. Frodo? Hey! Sba! Je stout. Kom naar binnen. Foei! Stout, hè? Zien de mensen dat ook nog eens een keer, dat je stout bent? Ja. Mag je niet doen, dus bam! Ja, dat mag hij absoluut niet doen. Daar hou ik niet van. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, een hele fijne, gezellige dag allemaal geweest. En God zegen. En ik hoop dat jullie natuurlijk uiteraard van onze vlogs mogen genieten. Want voor Karin vlog, zo voor ik vlog. Dus we komen bij elkaar op de vlog. Ja, ook weer is het leukste, toch? Maar in ieder geval, zeggen tot strakjes. Doei, doei. Ja, en daar komen mijn kinderen aan. Wat een vreemde kant. Je moet daar vandaan, ze komen niet daar vandaan. Oeh. Ja, ze komen zo, hoor. Ze komen zo. Ze komen zo naar de poort. Ja. Hé? Komen er nog 3 hondjes aan? Ja. Komen er nog 3 hondjes aan, hè? Ja. Komen er nog 3 hondjes aan? Ja. Komen er zo nog 3 hondjes aan door die deur daar? Daar gaat de deur al open. Daar hebben we Karin al. Oeh. Hi lieve. Hi. Hi lady. Normaal vergeet ik de naam nooit. Lovely. Lovely. Hey, nee. Hey. Ja, kom maar. Mama. Hey. Los. Doe vanaf. Frodo! Frodo, kom! Frodo! Kom, liever! Nee, maar er zijn gewoon 2 ruggen. Dat is normaal. Ik ben dat niet gewend, want hij doet anders nooit zo. Nee, maar dat zijn gewoon ruggen onder elkaar. Kom maar naar binnen dan. Maar naast. Kort houden. En die deur dicht. Als je het niet redt aangeven, hè, want je gaat zo naar boven, man. Klaar. Kom.
gewoon met de tijd eerst even zitten. Nee, rustig maar. Oh. Jij gaat los, Lenny. Zachtjes met Frodo, meen het. He? Ga niet naar boven, Lady. Nee. Dag, schone zoon. Nee. Mama. Terug. Max, zitten. Die is even dicht. Nou. Help je zo. Blij dat ze er zijn. Dat is mooi. En dit is dus mijn broekje die ik aan heb. Lekker sexy, hè? Ja, gaatjes. Dank u. Thank you.
Hé? Ja. Het is een tijd voor komen en het is een tijd voor gaan. Ja, helaas wel. Ik had je langer bij me willen houden, maar ja. En daarom. Twee die staan al start klaar en eentje die slaapt nog. Dat is voor de deur. Die slaapt niet hoor. Ook die toch maar gewoon of ze slaapt. Hé? Ja. Je hebt een zonnebril ook? Ja, zeg ik. Dank je. Oh, lieve Frodo. Dat is lief. Het staat scheef. Zo dan. Dat staat niet goed geloof ik. Hé, kerel. Hé. Kom eens hier. Sorry, ik kom eens hier. Dat is geduld. Ik nou, blijf wel op de hoedelriem van mijn hondje te wijzen. Die is fout. Dat is toch ook een lange riem? Ja, maar dit is politieleiderman. Oké. Okay. Zo heten ze tegenwoordig. Omdat de politie ook hier al mee werkt namelijk. Ja. Ik hoop dat ik jou straks eventjes was met het washandje. Hier ben ik raar. Ja, maar het ziet er niet uit. Nee? Ja, ze gaan weer weg, man. Yeah. Max. Handig een man dit. Max. Mama. Ja, handig toch? Oh ja, man, ik heb u de link in uw pb gezet van Heidi Roelofs. Dat ding dat het gaat aan, hè? Ja, nou hè? En van Raymond de Bosch. Oké. Nou, merk ik het vanzelf wel. Ik heb alles mee. Ja, je verstand. Ik zal mijn stok even pakken. Heb jij dat ding mee? Krijg ik hier nog knuffel? Nee, Noord. Noord? Nee, nee, erg hè? Oh, dat is niet. Dag mensen, doei! En als je thuis bent, even bellen. Nee, ook niet. Ook niet. Ga ik niet doen. Ga ik niet mee akkoord. Nou, dan niet door. Ik neem ze wel even mee. En deze mee dan? Was ik al zover? Ja. Ja. Je was al zover, ja. Nou, daar gaan ze. Zo glimlach heb ik nog nooit gezien. Zo, en ik vlog wel eventjes in met mijn telefoon. Dat mag ook. Ja hoor. Ja hoor, precies. Kan allemaal. Ja, en die doe ik zo wel even bij de poort. Hou je Max kort in verband met Kandalf? Ja, want die was buiten, werd mij verteld. Ja, dat klopt. Die heb ik ook de hele dag nog niet gezien. Nee! Mag ik nog rustig aan? Ja, is goed lieverd. Wel thuis. Ja, goeie reis. Laat wat van je horen. Nee, nooit. Doe me nooit. Oké. Prima. Doei doei schat. Doei doei. Laat maar open. Doei doei. Doei doei. Doei doei. Doei doei lieverd. Doei doei. Doei doei. Later. Doei doei. Doei doei. Later. Doei doei. Later. Mag niet! Doei doei! Doei! Zo. Ja, dat was weer een dag. Met een lach en met een traan. En zo, die gelijk op slot. Dat was dus een dag met een lach en een traan. Ja. Maar wel blij dat ik ze weer kon omhelzen. Ja. En die is ook weer blij. Die kan weer alle kanten op. Ik zal er nog een paar blij maken. Ja, mijn poezenbeestjes. Die zullen graag de toegang tot de kamer willen hebben. Heel die blok niet. Zo. Even de blok.
even kijken wat je zei. Kom maar. Ik kom daar. Komt het meisje. Hondjes zijn weg. Hondjes zijn weg, lieverd. Kom maar. Hondjes zijn weg, wat schat. Ja. Nog meer poezenbeestjes? Ja, er zijn er meer. Maar waar ze zijn, Joost, we gaan het weten. En ik zie dat dat niet goed staat. Ja, dat heet wanneer de hondjes tegen je spullen aan gaan leggen. Sorry dat jullie even scheef staan, maar ik kan niet anders. Zo, lieve vrienden. Ik maak gelijk een einde aan deze vlog. Dus ik zeg, tot de volgende vlog. Geniet van elkaar, geniet met elkaar. Een hele fijne avond gewenst. En voor degenen die morgen werken, moeten werken ze. Eerst natuurlijk wel trusten, uiteraard. En tot aan de andere kant van de nacht. Ik zie jullie dan weer. Doei doei!